Kijk eens, een hele mooie kerstster. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Als je nou dol bent op vouwen, origami of thuis zo'n stapel vouwblaadjes nog hebt liggen, dan vind je deze video vast leuk. Want ik ga namelijk aan jullie laten zien hoe je deze mooie kerststerren kunt vouwen. Die staan natuurlijk super leuk in de kerstboom of aan de muur in deze periode. En door het maken zelf raak je ook alvast helemaal in de kerstsfeer. Nou, ik heb alvast een vouwblaadje voor me klaargelegd. Het maakt natuurlijk niet uit wat voor vouwblaadje het is. Mocht je er nou eentje hebben met een witte achterkant en een gekleurde, dan moet je even zorgen dat je de witte kant boven houdt. Nou, allereerst gaan we even een kruis in dit vouwblaadje vouwen. En dat doe je door de ene punt naar de andere kant te vouwen, zodat er een diagonale vouwlijn ontstaat. Nou, dan doe je de andere kant ook weer op. Ook weer met de punt op de punt. Nou, en als je een diagonaal kruis hebt, dan ga je ook nog even een recht kruis maken door je blaadje dubbel te vouwen van de ene kant naar de andere kant. En daarna ook weer de andere kant. En als je dat hebt gedaan, ga je de zijkanten naar de middenlijn vouwen. Eerst de ene kant. En dan de andere kant. En ook de andere zijkanten doe ik nog even. Zo ontstaan er 16 vierkantjes. Nou, tot slot ga ik ook nog even de punten van mijn vouwblaadje naar het midden vouwen. Zo, je mag ze ook weer open vouwen. Dat doe ik ook met alle andere punten natuurlijk weer. Nou, en die vouwlijnen die je nu aan het maken bent, dat zijn eigenlijk de hulpvouwlijnen om straks je vouwblaadje in de vorm van die ster te gaan vouwen. Deze zijn wel belangrijk en het is ook belangrijk dat je ze zo netjes mogelijk maakt. Hoe makkelijker dat straks is om die ster te maken. Nou, uiteindelijk ziet je velletje papier er dan zo uit. En nu komt er even een wat lastigere stap. Daar moet je even goed naar kijken. We gaan namelijk de zijkanten van dit velletje papier, dus de rechte zijkanten, gaan we naar het midden toe vouwen. En dat doen we met allemaal. Maar daarbij moeten de punten recht overeind blijven staan. Dus kijk. Ik vouw die zijkanten naar de middenstip. En ondertussen laat ik die punt omhoog staan. Dan ga ik verder naar de volgende zijkant. Breng ik ook naar het midden toe. En die punt blijft dus omhoog. Nou, en als je die vouwlijnen er goed in hebt gebracht hiervoor, bij de stap hiervoor, dan is dit niet zo ingewikkeld. Maar als je vouwlijnen er niet zo goed in zitten, dan kan dit nog best lastig zijn. Dus zorg dat je de stappen hiervoor heel goed doet. Zo, de laatste. Nou, en dat ziet er dan zo uit als je het goed hebt gedaan. Dus alle punten die staan omhoog. Nu gaan we die punten plat drukken. Eén voor één. Dus ik steek mijn vinger even in dat gat in die inham. En dan duw ik de andere kant van het papier duw ik naar beneden. Ik ga het natuurlijk ook met die andere punten weer even doen. Dus mijn vinger die doe ik in dat papiertje en dan druk ik de andere kant naar beneden. Zo, dat was de laatste. Nou, nu heb ik een vierkant over met daarin vier kleine vierkantjes. En bij die kleine vierkantjes ga ik de zijkanten even naar het midden toe brengen. En dat doe ik zo, als een soort van puntzak eigenlijk. De andere kant ook. Ook dit zijn weer hulplijnen voor de stap die je hierna gaat doen. Dus zorg dat je ze goed aanduwt. Nou, zo ga ik verder met de andere kleine vierkantjes. Doe ik hetzelfde.
Nou, en als je dat gedaan hebt, dan ga je de punten van dat grote vierkant ga je een beetje naar binnen vouwen. En de vouwlijn die komt precies daar waar die puntzak die je net hebt gemaakt eindigt. Je mag alles wel weer openvouwen. Zo, deze hoek ook. Vouw hem naar binnen. Precies op die vouwlijn. Nou, en als je alle kleine vierkantjes gehad hebt, dan ga je die vierkantjes openvouwen. Dus je pakt de punt en je trekt hem open. En nu komen die hulplijnen goed van pas, want we gaan hem nu in een punt vouwen. Dus terwijl je hem openvouwt, komen de zijkanten naar binnen. Je moet daar misschien een beetje bij helpen. En zo ontstaat die punt van die ster. Kijk, zo ziet die punt er dan uit. Nou, zo ga ik ook nog even verder met de andere kleine vierkantjes. Dus die vouw ik ook weer open. Zo, en op die hulplijnen, daar klapt die dubbel. En dan komen die zijkanten komen dus weer naar binnen. In een punt. Soms moet je hem misschien een beetje helpen met je vingers om hem in de juiste vorm te krijgen. Dat is niet erg. Zo, en de laatste alweer. Kijk, je kunt al aardig goed zien dat het een ster gaat worden, toch? Nou, voor de volgende stap draai je je velletje om. En dan mag je die hoekjes van dat grote vierkant mag je terug gaan klappen. Zo, dus die vouwen we naar binnen toe. Dat doe je met alle hoeken. Nou, en tot slot ga ik ook nog even de zijkanten van het vierkant naar binnen vouwen. Zo. En die vouw je precies terug tot aan die punt. Nou, zo komt die kerstster er dan uit te zien. Het vouwwerk is nu klaar. Ik ga er tot slot ook nog even een lintje aanmaken. En dat kun je op twee verschillende manieren doen. Je kunt er een touwtje doorheen rijgen met draad en naald. Maar je kunt er ook een lintje aan vastplakken aan de achterkant met een lijmpistool of gewone lijm. En dat is even wat ik ga doen. Zo. Kijk eens, een hele mooie kerstster.
Nou, ik ga deze beauty zo een leuk plekje geven in mijn kerstboom. Ik hoop in ieder geval dat jij deze video leuk en duidelijk vond. Dus ja, geef hem dan nog even een duim omhoog. En mocht je nou op zoek zijn naar meer leuke, vrolijke kerstknutsels, dan moet je zeker ook even ons blog checken. En dat kan via het linkje daar, want dan vind je nog veel meer leuke knutseltips. Nou, ik wens jullie alvast hele fijne feestdagen en hopelijk tot de volgende video. Hoi!